Omroepwerk heeft een magische aantrekkingskracht op mensen. Niet iedereen krijgt de kans om bij een omroep aan de gang te gaan. Zo vallen mensen met een beperking vaak buiten de boot. Samen radiomedewerkers Kees Zap en Dirk Snel proberen juist deze mensen bij de radio te betrekken. Sinds enige tijd biedt Heliomare ondersteuning. Elke woensdag wordt bij de Heliomare dagbesteding in Wormerveer aan Bas, Joost en Tom een cursus aangeboden waarin ze alle kneepjes van het radiovak leren. Op dinsdagochtend kunnen ze dan wat ze geleerd hebben in praktijk brengen in Studio 1 van Saar Radio. RTV Zaanstreek huldigt namelijk het standpunt een open instelling te zijn waarin ook mensen met een beperking radiomedewerker moeten kunnen zijn. Uiteindelijk moeten de drie live gaan met hun programma's. We doen het eigenlijk al 8 jaar is het volgens mij dit project. Ik ben er nog maar sinds 2 jaar bij of zo. En toen deden we het bij de Zaanse Zieken- en Bejaardenomroep, een huisomroep. En toen zagen we eigenlijk dat na al die jaren er eigenlijk nauwelijks wat vooruitgang in zat eigenlijk. Het bleef allemaal op hetzelfde niveau hangen. En daarom zijn we op het idee gekomen om er een cursus van te maken, om de mensen wat meer bij te brengen. Daarnaast is natuurlijk het cd-tijdperk een beetje voorbij en alles gaat naar MP3. Dus we hebben dat meteen in de cursus meegenomen, dat je dus alles digitaal doet. Dus eigenlijk heel modern, daar komt het ongeveer op neer. En de laatste snufjes van het radiovak zo'n beetje. Ja, inderdaad. We proberen het echt op de laatste snufjes van het radiovak te enten. Ja, dat klopt. Wat is nou vanuit Heliomare gedacht het doel van het project? Het doel van dit project is dat vrijwilligers met een beperking ook meedoen. En ook buiten de deur van Heliomare. En in dit geval aan het radiomaken zijn. En waarom is dat voor jullie zo belangrijk, dat ook gebeurt? Nou ja, voor ons, voor Heliomare, is participatie heel erg belangrijk. Dat mensen meedoen in de maatschappij. En hier doen ze mee in de maatschappij. Hoe lastig is het om dat voor elkaar te krijgen, dat ze ook echt mee kunnen doen in de maatschappij? Ja, lastig. Het is even zoeken. Het is een beetje onbekend ook dat mensen met een beperking ook een heleboel kunnen. En het is vaak op maat. Dus één iemand die wil vrijwilligerswerk gaan doen en dan gaan we samen op pad. En een tijdje terug kwamen we zo bij Saar Radio. En dan ben je met één iemand die is radio aan het maken. Dan hoort een ander dat ook. En die wil ook wel eens kijken. En zo heb je dan op een gegeven moment een clubje. Zo zacht, maar nee. Ze lopen zachtjes door de nacht. Aan het eind van de straat is het bos. Modern radio maken, dat doe je in feite helemaal zelf. Je bedient het paneel, je bedient eigenlijk alles zelf. Dat kan ook heel gemakkelijk, want alles gaat via de computer tegenwoordig. Dus we proberen ze nu allemaal op hetzelfde niveau te krijgen. Dat ze alle drie kunnen presenteren, dat ze alle drie het paneel kunnen bedienen. En dat ze gewoon zelfstandig een radioprogramma kunnen maken. Ja. En we zien nu Bas, die is bezig met de opname van de productie. Als je nou zo, we zijn al een paar maanden bezig, als je nou zo die paar maanden evolueert, ben je dan tevreden over wat ze geleerd hebben? Nou, zeker wel, ja. Inderdaad, ja, daar ben ik wel tevreden over. Ze weten in ieder geval wat er allemaal komt kijken om een radioprogramma te maken. Mm-hmm. Want voorheen eigenlijk was het echt alleen maar plaatje, praatje, wat ze eigenlijk hier ook nog doen. Maar we gaan nou ook jingles maken. Ze gaan hun eigen begintune gaan ze samenstellen. En dat gaat zo langzamerhand. En misschien ook wel eens een paar leuke interviewtjes ertussendoor. Dus dat staat allemaal op het programma. Nou, we steken er heel wat van op. Vooral qua radio maken. En veel, hoe het eigenlijk wel precies in zijn werk gaat. Mm-hmm. En ook alles, zodat je een goede uitzending voor de boeg hebt. Jij maakt een soort van kleinkunstachtig programma, hè? Nou ja, ik doe voornamelijk ook Nederlandstalig. En dan moet je dan bijvoorbeeld denken aan het tijden van meer repertoire van Robert Long, Shaffi, Frans Halsma, Herman van Veen, Wim Sonneveld. Maar ook bijvoorbeeld Benny Nijman. En bijvoorbeeld ook muziek als... het repertoire van William Wittek-Alberti, André Hazes, Tante Leen Jonderdaan en ook mijn allergrootste favoriet Manke Nelis. En dan behoort het tot de categorie smartlappen. Ja, dus dat is eigenlijk best wel heel gevarieerd. Want als jij Ramses Shaffi noemt bijvoorbeeld en Halsema, dat zijn toch wel zangers die voor een bepaald genre muziek gaan. Dus als je dat mag zeggen, misschien wel het betere Nederlandse luisterlied. Hè? Nou, het zijn eerder ook gewoon echt, je kent het eigenlijk ook bijvoorbeeld ook iconen noemen. Sonneveld is daar ook een heel groot voorbeeld van. En bijvoorbeeld ook Herman van Veen is ook wel een levende legende. En bijvoorbeeld ook Robert Long was ook net zo iemand eigenlijk. Dat waren echt mensen die ook echt ontzettend mooi repertoire hadden.
Je kunt van de muziek houden, maar dan is het nog een punt van dat kun je ook nog dat gaan presenteren in een radioprogramma. En wanneer is dat moment voor jou ontstaan dat je zegt van dit wil ik op radio gaan doen? Nou, dat is al zo'n pakweg een jaar of 15, 16 geleden ongeveer is het eigenlijk dan ontstaan. Dus dat ook al. En ik heb nu toch ook wel de passie voor het vak, de macht en ook de ambitie. De ambitie? Want ja. Waar wil je uitkomen? Nou ja, de ambitie is eigenlijk wel bijvoorbeeld dat ik ook, dat beschouw ik eigenlijk wel bijvoorbeeld mijn muziekkennis, beschouw ik eigenlijk mijn ambitie. Ja. En nou ja, wat mij eigenlijk ook wel behoorlijk interesseert is eigenlijk bijvoorbeeld ook hoe die mensen ook al hun levensverhalen eigenlijk wel weten te vertellen met de muziek dan bijvoorbeeld. En dan ga je dat nu in een cursus doen en hier bij Zaan Radio is het dan vooral uitvoeren van wat je geleerd hebt. Uiteindelijk blijft het natuurlijk niet hier met zaakjes opnemen en verder niks. Je wil al een stapje verder in, hè? Ik wil sowieso wel een stap verder, ja. Dat, mijn doel is eigenlijk om echt wel eens een keer om bij een bekende radiozender te werk te gaan. En dan ook, ik heb vroeger ook zo'n pakweg ruim 10, 12 jaar geleden ik zo'n pakweg ook in het bejaardenhuis opgetreden. Ja. Met onder andere ook op de Dulgers, de Krommenier, Noorse Balkenmoer en Meveer. En ik heb bijvoorbeeld ook op Parkzicht in Kalksendijk heb ik bijvoorbeeld nog ben ik hoe dat ook geweest hebben we bijvoorbeeld konden we lunchen maken voor de mensen en tussendoor draaide ik altijd muziek. Dus je was eigenlijk al een beetje als DJ bezig? Ik ben al een aantal jaren als DJ ook hier bezig op dit vlak. Met wat modder of grind zijn ze rijk. Want bij de put ontstaan echte rivieren, dus toe. Het is eventjes nog wennen voor organisatie van, oh ja, hoe gaat het dan? Moeten wij daar heel veel tijd in steken? Maar als we eenmaal bezig zijn, dan merkt men dat het niet altijd zo is. Dat ze krijgen ook ondersteuning van Helium Maren. En op een gegeven moment worden de vrijwilligers van een organisatie ook bekend met hoe moet ik dat doen. Hè? Ook in overleg met de trajectbegeleider van Helium Maren. En dan gaat het wel goed eigenlijk. Het begin is eventjes koud water, vrees van God, wat staat ons te wachten? Maar goed, daar hebben we een goed overleg over en vaak gaat het goed. Nou, en hier bij de radio is het helemaal goed gegaan. Nou, ik kan me voorstellen dat organisaties erbij betrokken zijn, maar bijvoorbeeld een gemeentelijke overheid, heeft die daar ook nog een belang bij en misschien ook wel een doel op zich? Nou, het is natuurlijk ook het beleid van de gemeente. Participatie, dat staat voorop. En dit is een mooi voorbeeld. Er is bijvoorbeeld ook één iemand die ook bij de gemeente als gastheer bezig is geweest. Nu eventjes niet, maar als vrijwilliger heeft hij daar goed werk gedaan. Ik ben via de vrijwilligerscentrale in Haarlem ben ik bij Radio De Branding terechtgekomen. Dat was de vorige radiozender waar ik hiervoor gezeten heb. En toen ben ik hier terecht gekomen en toen had ik toch nog wel het idee van nou, ik vind het radiomaken nog wel oké. Die muziek heeft mij ook door de revalidatie heen getrokken en heeft me door mijn moeilijke leven of begin van mijn moeilijke leven getrokken. Dus ik ga nog wat met muziek doen. Ik ben door een automobilist van achteren aangereden. Ik reed toen op een brommer. Die was niet van mij, die was van mijn vriendin en er zat ook nog een vriend van mij achterop. En die had iets aan zijn enkels, dat was niet te vergelijken dus. Maar ik lag in coma. Ik ben ook klinisch dood geweest. Ik kaak gebroken, 3,5 week coma. Dus heel zwaar allemaal en gerevalideerd in Helium Maren. En ja, huis aangepast door mijn ouders. En dat is nu allemaal weer uit. Is nu allemaal aanpassingen zijn nu allemaal weer ongedaan gemaakt. Ja. Want ja, ik ging aangepast wonen in Kromme Knie. Ja, in Kromme Knie. En na een verloop van tijd, want dit loopt over een aantal jaren, heb ik zo het idee. Ja, ik woon nu 15 jaar daar. Dus dit speelt al 15 jaar? Nou, dat komt mezelf woon wel, ja. Maar ik heb een ongeluk gehad in 1990, dus dat was vorige eeuw. Ja, dat klinkt heel ver weg, hè? En dat is natuurlijk nog altijd de probleem van, want je bent aan één kant van je lijf. Dat gaat niet meer weg. Het zit in mijn kop, hè? Ik heb een rechter hersenbeschadiging, dus links, de linker ledematen die worden niet meer aangestuurd door mijn hersenen. En ja, c'est la vie. En nu dus die cursus met Kees en met Dirk. En hoe gaat dat voor je? Ja, je moet heel veel cd's downloaden. En als je je programma maakt aan de hand van de cd's die je al in de computer gezet hebt, dan kan je heel makkelijk bepaalde nummers slepen naar je programma en dan ben je eigenlijk zo klaar. Mm-hmm.
Maar ja, het is wel elke keer cd's downloaden om die bibliotheek maar wat voller te krijgen. Wat leer je nou in de cursus van Kees en van Dirk? Ja, ook wat de mooiste manieren zijn om de bepaalde geluidstechnieken. Ja, en dat je juist afstand naar de microfoon moet hebben. Ja, dit was heel dichtbij. Ja, dat ja. Ja, Kees dat ook te kijken. Of, Dirk, ja. Ja, ja. Dus dat zijn wel dingen die je leert. Hè? Een beetje hoe je je audiotechniek doet en zo. Ja, ja. En voor jou is het vooral ook presentatie, denk ik. Want jij zult als een DJ die nummers aan elkaar moeten praten. Ja, zeker. Ja, kan jij als jonge verder nog wat van die oude bokken leren? Ik heb gelukkig ook, dankzij mijn ongelukken, heb ik wat ongeremdheid opgelopen. En ongeremdheid heb je natuurlijk erg nodig bij radio maken, want je ziet ook nooit degene die naar je luistert. Nee. En ja, je moet dus niet bang zijn of niet... Nee, je moet gewoon gaan met hem aan. Nou, dat lukt mij altijd wel. Aardig. Gebruik je alleen de naam van degene die het presenteert? Het is een einddoel om natuurlijk hier bij zijn radio live te gaan. Dat is eigenlijk het doel al wat we hopen inderdaad in september te bereiken al. Is weer present. Laat mij zien in het duister hoe mooi je bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Tot in...